Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken naar deze vlog. Dit weekend nemen we jullie mee. Het is vaderdag, zondag. Dus vandaag ga ik eventjes weer naar het centrum toe. Nog even een kaart halen voor papa en voor Robin. Want ze mogen zelf kiezen wat ze gaan doen. Of ze willen karten of iets op het strand. Dus even kaart halen, de nagels weer laten doen. Even lunchen met mijn moeder. En ik heb morgen ook nog een verjaardag van het kindje van een vriendin van mij, van Jennifer. Die wordt 2. Daar ga ik ook even nog een cadeautje voor halen. Tot zo! We zijn even lekker aan het lunchen. Natuurlijk weer bij het ogenblikje. Gezonde carpaccio salade. Ja, ik iets minder gezond, maar een warm broodje brie. Nou ja, op zich ook prima. Beetje veel calorieën, maar het is mijn ontbijt en mijn lunch in één, dus dat maakt het niet uit. Zo, we hebben onze nagels weer laten doen. Ik heb een keer uitgepakt, toch? Fel geel. En jij pakt altijd uit, maar... Hoe wil je? We gaan nu eventjes een cadeautje uitzoeken voor Nina. Ik zag stoepkrijt staan op het lijstje, dus ik denk dat we dat sowieso gaan doen en dan nog wat knutselspulletjes erbij pakken. Dus we gaan eens even op zoek. We moeten wel even rekening mee houden natuurlijk dat ze 2 wordt, dus ik moet wel iets voor haar leeftijd pakken. Maar dan weet ik wel uit ervaring dat 3 vaak ook wel gaat. Ligt er een beetje aan wat het is. Deze vond Davina wel heel leuk. Die heeft Davina ook gehad rond die leeftijd. Het is lijm, maar dan met je vingers. En daar heeft ze wel heel veel plezier aan gehad. Dus ik denk dat ik deze doe. En dat ik er even stoepkrijt bij ga zoeken. We zijn er aan uit. We hebben stickers. De krijtjes die ze vroeg, dat dingetje wat Davina ook had dan. En dit grote, ja, wat is het? Sticker. Stickerset staat erop, dus dat is het. Ik denk dat ze daar wel heel blij mee gaat zijn. Wat gaan we doen, schatje? Papa cadeautjes geven. Goedemorgen, het is vandaag zondag, het is vaderdag. Dus we hebben net even een koffietje gezet. En dan gaan we even met de cadeautjes naar boven. Gaan we papa wakker maken. Ja, mama zal de koffie dragen. En dan mag jij de cadeautjes dragen. Dan zeg je goedemorgen, papa. Ja, oppa. Ja, we gaan ze ook maken, oppa. We kijken. Wauw. Wat zou er allemaal in zitten? Wat is die al? Ja, het is heel warm. De raam open zitten zo. Oh. Oh, mijn telefoon. Zo. We hebben nog een koffietje klaar, maar die moeten we nog even halen, hè? Oh, kijk. Douche, schatje. Dankjewel. Oh, nog meer. Er zit er nog eentje in, op, papa. Dat dingetje. Ruikt die lekker? Ja. Ik waarschuwde dat ik ruik. Wauw, mooie sokken, schat. Zo, heb je zelf gekleurd. Wat heb je gekregen? Wauw, kijk. Wauw, zelf gekleurde sokken. Ja, mooi, schat. Wat heb je dan mooi gemaakt? Ja, mooi, schat. En er zit nog een klein cadeautje in ook, hè? En ik zie dat ik nog iets moet lezen. Ja. Heel mooie sokken, schat. Dat vond ik niet zo goed vastplakken, schat, want... Dat hebben ze bij de opvang gedaan. Mama, kijk. Ga eens even gewoon zitten hier zo, joh. Ga eens even zitten. Goed zo. Even kijken. Oh, wauw. Wauw, wat een mooie tekening zeg. Wow, vind ik zo mooi. Wauw, met een tekst erop. Nou, papa, lees eens even voor. Ja, mijn papa is een sterke man die alles weet en alles kan. Mijn papa is mijn beste vriend. Dit cadeau heeft hij echt verdiend. De rest kan ik niet lezen, want hij heeft het overeen. James heeft je andere cadeau al uitgepakt en die is aan het opeten. Hé, hey James! Heb je gewoon mijn pakket? Oh. Dat is voor de baard, hè? Oh, is dat voor de baard? Ja. Ja, baardshampoo en conditioner. Dank ik dacht, dat komt hoor. Altijd al een pas. En nog een klein kaartje ook hè? Dan ga ik zo even de koffie halen, maar dat ging niet met deze boef erbij. Hallo! Oh, mooi kaartje, kijk! Yes. Camera. Vaderdag. Mag jij niet aanzitten? Mooi, hè? Papa, pipia. Ja.
opa is. Lieve papa, hele fijne vaderdag. Davina heeft een mooi cadeautje gemaakt. En we hebben nog wat kleine cadeautjes gekocht. Voor je verjaardag mag je een uitje samen met opa uitkiezen. Denk aan karten, kitesurfen, etc. Dit krijgt opa vandaag voor vaderdag. Dus nog even niks te zeggen. Kusjes, Davina, James en Chantal. Ah. Kijk, dat kunnen jullie iets leuks gaan doen, hè? Ja, oh, dat vindt opa wel opa ook wel leuk, denk ik. Die wil denk ik parachute springen. Ja, we dachten, dan kunnen ze zelf kiezen. Want ja, zo makkelijk zijn ze allebei niet. Dus kunnen ze zelf kiezen wat ze gaan doen. Wil jij niet de baardshampoo opeten? Hé, hey, thanks. Niet per se nodig, hè? Dankjewel, vriend. Hé, jij. Zo, even een kleine onderbreking. Wij dachten dat het misschien wel handig was om even uit te leggen waarom Davina nog niet zoveel praat. Want dat gaat hem met opvallen natuurlijk in de video's. Maar Davina heeft TOS en dat is een taalontwikkelingsstoornis. Dat is iets waarmee je geboren wordt, maar wat wel te verhelpen is om het zomaar te zeggen. Ze kunnen dat met een bepaalde zorg die ze krijgt, een begeleiding, kunnen ze dat wel helemaal bijspijkeren tot het niveau waarop het zou moeten zijn. Alleen er gaat wat tijd in zitten natuurlijk. We zijn hier al heel lang mee bezig en ze is halverwege juli eindelijk aan de beurt om bij Kentalis te starten. Dat is een opvang, mag je het niet noemen. Het is vanuit de zorg, is het 3 ochtenden per week dat zij begeleiding krijgt van 3 specialisten. En dit voor een jaar lang ongeveer. Dan hopen ze, en dan gaan ze er eigenlijk van uit, zo moet ik het zeggen, dat ze dan het niveau zover heeft opgespijkerd dat ze gewoon naar de reguliere basisschool kan. En er is zelfs een grote mogelijkheid dat we dat over een aantal maanden of een half jaar gaan combineren. Dus dat ze 3 ochtenden per week naar Kentalis gaat en de andere 2 dagen naar school. Zodat ze ook al wel een beetje aan dat schoolritme went. Maar we dachten, het is wel fijn voor jullie ook om te weten waarom Davina nog wat minder praat. Ze kan echt wel wat dingen zeggen, maar nog niet zoals een 4-jarige dat zou moeten doen. Dus dat is de reden. Het komt allemaal goed, alleen het heeft even tijd nodig. Dus het is natuurlijk veel leuker als ze straks ook kan praten en verhalen kan vertellen en lekker mee kan doen. En dan kunnen we ook challenges doen. En ja, dan worden ook de filmpjes denk ik nog veel leuker, omdat je veel meer interactie hebt ook met haar. Maar voor nu doen we wat we kunnen en Davina doet ook haar best. En meer kunnen we gewoon niet doen. Dit betekent natuurlijk ook dat ze nu nog niet naar school gaat. Want ze is wel 4. Maar ze gaat inderdaad nog niet naar school. Ja, dat hoeft ook niet. Want ze is 4, ze is nog niet leerplichtig. En ze raden ons ook aan om dat nog niet te doen. Omdat ze niet kan praten. En 4-jarigen die hebben nogal een sterke mening. Die zeggen wat ze denken. En als je dan niks terug kan zeggen, dan is dat niet fijn. Dan moet je gewoon niet willen. Dus zij stroomt gewoon op een ander moment in. En dan vindt ze vast haar weggetje daar ook alweer. Dus we zijn al lang blij dat het wel iets is wat te verhelpen is, om het zomaar te zeggen. Als het niet zo was, hadden we dat ook aangepast en had ze naar een speciale school gegaan. Maar dat is bij deze vorm van TOS, als het goed is, gewoon niet nodig. Dus ik kan nog wel even wat verder uitleggen hoe we erachter zijn gekomen. Eigenlijk als baby zijnde wilde zij al niet drinken. Ze wilde niet uit de fles drinken. Het lukte op de een of andere manier niet. Dus toen moesten wij haar dwangvoeden. Dus dan moet je met je pink in het mondje en dan moet je met een spuitje de voeding erin doen. En zo hebben wij haar de eerste maanden dus moeten voeden. Het was een hele heftige tijd, kan ik wel zeggen. Dat is natuurlijk niet fijn als je zo je kind moet voeden. Sindsdien eet en drinkt ze heel slecht. Ze heeft tijden gehad dat ze echt alleen maar, een half bekertje drinken dronk en een halve boterham at. En dat was het. Avondeten wilde ze niet eten. Ze hield niet van de structuur in de mond. Dus aardappelen, vlees. Ze at op dat moment eigenlijk bijna niks. Dat heeft achteraf gezien waarschijnlijk ook allemaal met de mondmotoriek en met TOS te maken. Ze heeft ook niet gebrabbeld. De meeste kindjes en baby's die beginnen met brabbelen en dan zeggen ze zo meer woorden. Maar Davina heeft nooit gebrabbeld. Ja, is ook een van de tekenen die kunnen wijzen op TOS. Maar ja, dat wisten wij natuurlijk niet, want ja, Davina is ons eerste kindje. Dus je hebt geen idee wat normaal is en wat niet. Tot ze vanuit de peuterspeelzaal, daar zit zij 3 ochtenden per week, zeiden ze dat ze dus Davina wel eigenlijk in aanmerking zou komen voor TOS. En eerst had ik nog zoiets van, nee hoor, ik zeg, dat komt wel goed en ze is gewoon wat later. Maar ja, als je dan gaat vergelijken met leeftijdsgenootjes, dan liep ze inderdaad echt wel veel achter qua spraak. Nou, dan kom je in een hele medische molen, dat is echt een heel gedoe. Je hebt verschillende onderzoeken, zowel qua gehoor, qua intelligentie, hè, zit het in het kopje wel allemaal goed, is het alleen het praten en dan ook qua spraak natuurlijk.
Dus ja, het heeft best wel even geduurd, al die onderzoeken. En er kwam ook uit dat ze qua intelligentie echt gewoon helemaal prima zit. In het kopje zit het gewoon allemaal goed en werkt het goed. Ze snapt alles. Alleen het is inderdaad TOS, dus het verwerken gaat goed. Alleen het praten, dat deel gaat gewoon niet goed. Dan kun je als ouder zijn er nog zoveel oefenen, wat natuurlijk goed is. Maar daarmee trek je TOS niet recht. Dus natuurlijk, wij doen heel veel oefenen. Wij gaan ook 2 keer per week met haar naar logopedie. En we doen er alles aan. Maar daarmee ga je TOS niet verhelpen, want dat kan niet. Dus we zijn heel blij dat ze eindelijk halverwege juli terecht kan bij Catalis. En ik denk en hoop dat we dan hele grote stappen gaan zien. Ze probeert nu al veel meer. Ze probeert ook al zinnen te zeggen. En het gaat redelijk goed. Maar ik hoop dan wel echt dat ze richting het normale gaat. En dat we echt gewoon gesprekken met haar kunnen voeren. En dat zou gewoon echt een hoop frustratie schelen. Dus laten we het hopen dat dat snel allemaal goed gaat. Ik zal ook regelmatig eventjes een updateje geven hierover. En dat zullen we dan even in een extra video doen. Dus niet in de normale vlog de volgende keer. Maar een extra video voor de mensen die dat interessant vinden. Of die misschien ook een kindje hebben met TOS. Dan kunnen jullie in ieder geval een beetje volgen hoe het bij ons gaat. En wat de voortgang gaat zijn. En mocht je er vragen over hebben, stel ze. Wat ik weet zal ik vertellen. Ik ben geen specialist. Dus ik kan alleen vertellen hoe het vanuit onze ogen is gegaan en wat wij hebben gedaan. Ja, mocht er vragen zijn, stel het gerust en ik zal ze met liefde beantwoorden. Maar dan zijn jullie in ieder geval op de hoogte van waarom Davina nog niet zo heel veel praat. Dat het allemaal goed komt. Het heeft alleen even tijd nodig, maar het komt allemaal goed. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Dit was de vlog ook voor deze keer. Het was een beetje een kortere vlog. Die heb je er ook wel eens tussen. De volgende keer gaan we ook weer heel wat leuks doen. En er komen sowieso nog echt wel wat leuke vlogs aan. We gaan nog een weekendje naar Preston Palace. Ergens in september gaan we ook nog een week in de Hof van Saxe. Gaan we ook allemaal dagjes weg. Dus er komen echt nog wel heel veel leuke dingen aan. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Daar help je ons echt mee. Het is helemaal gratis. Dus druk even op de abonneren knop. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien.